Wij zijn Timon en Agnes en samen met onze vier kinderen toeren wij door de wereld in een camper. Wij geven thuisonderwijs, zoeken het avontuur en leven uit geloof. Gaat u met ons mee? Dit is schoolopwielen.nl. Terwijl Maartje lekker de eendjes aan het voeren is, zijn Isaac en Aaron druk aan het verkopen. Is jullie wat verkocht? Ja, papa, kijk voor die plaat met die auto en de vliegtuig. Het is 15. Kijk. Het huis is al verkocht, maar nu de spullen nog. We hebben al een groot gedeelte in de opslag liggen. De rest verkopen we op Marktplaats of op een kleedje. Leuk voor Isaac en Aaron om te doen. Ze leren zo de waarde van spullen, maar ook om goed te communiceren. Agnes zet nog even de laatste spullen op Marktplaats en dan kunnen we gaan. Even naar het strand in Kamperduin. Zijn jullie papa?
De volgende dag ging ik met Isaac en Aaron op de fiets naar diverse speeltuinen. Het was een prachtige dag. Agnes had zo haar handen even vrij. Er moet nog heel wat worden ingepakt en uitgezocht. Er is hier een nieuwbouwwijk gebouwd. Het viel ons op hoe weinig kinderen hier speelden. Zeker voor een zaterdagmiddag. Gaan we deze kant op, Isaac? We moeten nu linksaf, hoor. Wacht even, dat is links. Waar je linkerhand links zit. Hierin dus. Ik zit goed vastgeklemd. Kijk of ik vastgeklemd zit. Eenmaal thuis zijn we nog bezig geweest met de wiskundeoefeningen van Kangoeroe. In maart is er een wedstrijd. De jongens moeten dit jaar 24 vragen beantwoorden. Deze. Wij hebben hier 12 jaar met veel plezier gewoond en zijn God dankbaar voor dit huis. Toch hebben we enkele maanden terug besloten om het huis te verkopen en om een camper aan te kopen. Dit lijkt natuurlijk een riskante stap, zeker met 4 kinderen. Maar we hebben in gebed steeds kleine stappen gezet om te zien of het Gods wil is. En zijn hierin steeds gezegend. In de volgende afleveringen vertellen we hier meer over. Thank you.